Ik sta hier met Remme Tjepkes, F&B director van Villa Vita Park Algarve in Portugal. Wij zijn vanavond getuige van een diner van Jacob-Jan Boerma, twee sterrenchef van restaurant De Leest. En jullie huischef Hans Neuner van Ocean Restaurant. Ik zeg het maar even, Route van de Sterren. Hè? Daar hebben jullie een mooie Portugese naam voor. Maar dat is het evenement dat dit weekend plaatsvindt. Hè? Ja, inderdaad. Het is een event wat al een aantal jaren plaats heeft in Portugal. In meerdere sterrenrestaurants. Een samenwerking van alle chefs. Een prachtig platform waar we ook de mogelijkheid hebben om internationale sterren, onder andere uit Nederland, dus hier naartoe te halen. Om met name samen te netwerken en een gezellige avond te creëren in de gastvrijheidsindustrie. Jullie zijn vrijdag 10 mei begonnen, zaterdag 11 mei en zondag 12 mei sluiten jullie af. Dat is vandaag met het diner waaraan Jacob-Jan Boerma zijn medewerking verleent. Waarom Jacob-Jan Boerma naar Portugal gehaald? Ja, het mooiste is natuurlijk altijd vuurwerk bewaren tot het laatst. Dus we hebben het allerbeste in huis gehaald voor de laatste avond. En hier sluiten we vanavond mee af. We hebben dus een geweldige avond samen gecreëerd en we verheugen ons enorm op wat er vanavond gaat gebeuren. Naast jou staat Kim Veldman, partner van Jacob-Jan Boerma. Dit zijn leuke uitjes, maar aan de andere kant gebeurt het op de vrije dagen voor het restaurant. Dus vraagt het ook heel veel van jullie eigen. Ja, maar goed, dat heb ik er graag voor over. Want je krijgt er ook heel veel voor terug. En je bent natuurlijk op een mooie plek. Je leert heel veel nieuwe mensen kennen. Je leert weer veel nieuwe producten kennen. En ja, het is natuurlijk een geweldig feest. Dus je ziet weer andere mensen die wellicht weer toekomstige gasten kunnen zijn. En ja, je verspreidt je naam op een hele mooie manier. Ja, je vertelt, je krijgt er een hoop voor terug. Is inderdaad dat netwerken ook de hoofdreden om op dit soort invitaties in te gaan? Ja, absoluut. Want zo zijn we ooit bij Villa Gioia terechtgekomen. En toen is dat eigenlijk als een lopend vuurtje gegaan. Want dan word je voor meerdere festivals uitgenodigd. Inmiddels hebben we al heel veel festivals gedaan. Dus dat is fantastisch. Vanmiddag kwam mij te oren dat er mensen waren die speciaal vanavond kwamen omdat ze een eerdere goede ervaring hadden gehad met Jacob-Jan. Nou ja, ik denk dat het bevestiging is van wat je net vertelde. Ja, absoluut. En ja, als je enthousiast bent, dan word je ook weer door andere chef wellicht gevraagd. En dat is natuurlijk fantastisch voor je naamsbekendheid. Een Nederlander die het F&B-gebied voor het zeggen heeft in een luxe resort in de Algarve in Portugal. Dat vraagt om een uitleg. Hoe komt deze Nederlander hier terecht? Ja, internationale ervaring, al 21 jaar onderweg in de gastvrijheidsindustrie, in de internationale luxe hotellerie. Dit is mijn 7e land momenteel, fantastisch resort, Villa Vita Park Resort en Spa, de hele naam. We hebben 8 restaurants hier, we hebben een fantastische wijnkelder, echt uniek. En het Vlaggenschip restaurant met Hans Neuner, ons 2-sterren restaurant, internationaal paradepaardje. Natuurlijk een fantastische plek om te mogen werken. Ja, 200 mensen in dienst, is natuurlijk een behoorlijke uitdaging. Ja, fantastische plek om te zijn. Jullie doelgroep zal in hoofdzaak denk ik niet de Portugees zelf zijn. In dat geval zal het ook denk ik slecht uitkomen met de moeilijke economische omstandigheden. Wat merken jullie daarvan? Nou, zoals Hans eerder gezegd heeft, we merken er in die zin lokaal wel iets van. Maar we discrimineren absoluut niet. We hebben gasten uit de hele wereld. We hebben gasten uit Engeland, uit Frankrijk, uit Spanje, uit Nederland. Heel veel gasten uit Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Amerika, noem maar op. We doen ongeveer 45 bruiloften dit jaar, trouwerijen in ons huis. En dat is zeker een groeiende markt voor ons met veel potentieel. En natuurlijk met dit soort events, zoals we het de afgelopen dagen gedaan hebben, is het uniek om inderdaad, zoals Kim voorheen gezegd heeft, nieuwe gasten voor ons te weten te winnen. Een van de sterktes van ons resort is dat we ontzettend veel repeaters hebben. Gasten die soms 2-3 keer per jaar terugkomen bij ons. Dus als je dan kijkt naar de economische situatie en de situatie ook in Nederland, bezoeken aan restaurants, dat soms plekken leeg zijn, is het heel belangrijk dat we op nieuwe plekken nieuwe gasten weten te vinden. Dus zeker met zo'n samenwerking is het natuurlijk fantastisch. Dat we elkaar zo helpen en het netwerken in ons métier is natuurlijk heel erg belangrijk. En buiten dat ook de pret die je samen hebt tijdens zo'n event, heel belangrijk. Ik dacht dat het vooral afzien was, zo'n event. In de hotellerie, in de gastvrijheidsindustrie, de horeca, het is veel werken, lange dagen. Maar als je het met hartbloed, hersbloed, zoals de Duitsers heel goed zeggen, is dat heel belangrijk en geeft heel veel plezier. Als je er lol aan hebt, dan is het absoluut geen probleem. Nee, dat geloof ik meteen. Andere kant is het wel zo dat jullie naast Jacob-Jan en jij wel 3 mensen uit de keuken ook hebben meegenomen. Is dat dan ook liefdadigheid? Dat vraagt dan toch ook van jullie inspanningen en dat vraagt voor jullie ook regelen en concessies. Ja, absoluut. Maar voor die jongens is het ook een fantastische ervaring.
bedoel, die vinden het geweldig om mee te gaan. Dus voor hun is het natuurlijk ook een heel leerzaam iets en ook een heel gezellig evenement. Nou, kijk jij dit weekend van de zijlijn toe. Dat wil zeggen dat de nadruk ligt op de keuken. Wat valt je dan op? Wat kun je dan vertellen over de Portugese keuken? Misschien het culinaire niveau hier? Gastvrijheid? Nou, ik merk vooral de gastvrijheid vind ik hier opvallend. Dat vind ik echt heel warm, heel natuurlijk, heel prettig. En ik vind ook, ja, je merkt gewoon dat hier de gastronomie de laatste jaren enorm is ontwikkeld. En nou ja, je ziet het wel, nu 2 zaken met 2 sterren. Hopelijk bouwt dat nog verder uit. Dat is natuurlijk fantastisch voor dit land. Absoluut. Over dat uitbouwen gesproken, hebben jullie de absolute ambitie om Ocean Restaurant naar 3 sterren te krijgen? Het is natuurlijk altijd een streven. Het is, moet niet een doel zijn, maar het is gewoon een streven. Het zou echt geweldig zijn, maar we willen langzaam stapjes voorwaarts gaan en iets verbeteren. De gasten is het belangrijkste. Als die tevreden zijn en je hebt daar consistentie, dan kun je inderdaad gaan denken aan misschien een 3e ster in de toekomst. En het zou echt fantastisch zijn. En zeker in de korte tijd dat Hans Noijner en zijn team de 2 sterren bereikt hebben, zou het echt fantastisch zijn. Ja. Ja, zeker omdat er natuurlijk ook maar, dat bedoel ik dan niet onbiedig, maar 2 restaurants met 2 sterren zijn in Portugal. Wat kun je vertellen over de ontwikkeling van het culinaire niveau hier? Groeit heel erg sterk. Dus wat Kim voorheen zei, de producten die hier beschikbaar zijn. Als ik het met name heb over de vis hier uit de Atlantische Oceaan. Prachtig hier voor ons restaurant. Wordt algemeen gezien als de beste kwaliteit ter wereld. We hebben 6 visleveranciers hier die dagelijks bij ons vis afgeven. Dat zijn grote bedrijven tot lokale mensen die hun producten dagelijks voor ons presenteren. En als we daarmee kunnen werken is het natuurlijk fantastisch. Het resort hier is eigendom van een welvarende Duitse familie. Ben ik oneerbiedig als ik zeg van ja, dan is het in ieder geval makkelijk om de investeringen te doen die nodig zijn om iets op zo'n niveau weg te zetten? Nee, ik denk niet dat je het zo moet zien. De familie Pol heeft hier in de afgelopen 21 jaar iets fantastisch neergezet. Iets opgebouwd hier in het resort. We hebben 22 hectare. Was absoluut niks. Hier was een heel klein boerderijtje aan de kust. De Algarve is al zeker 30 jaar heel erg in trek. En de familie heeft gemerkt dat het een unieke mogelijkheid heeft om hier iets op te bouwen. Ze hebben geïnvesteerd in de omgeving. En in de ontwikkeling van het hotel merk je heel erg de details die aanwezig zijn. En dat is iets persoonlijks wat heel belangrijk is en wat zeker door onze gasten gewaardeerd wordt. We hebben heel veel repeaters in het hotel. Mensen, wat ik voorheen zei, 2 tot 3 keer per jaar terugkomen. En het is voor de familie heel belangrijk dat we elke dag heel hard hier aan werken. Het is de service is ontzettend belangrijk voor onze gasten. Ook in ons Ocean Restaurant staat de familie echt voor de volle 100% achter ons en ondersteunt ons in alles. En is gewoon belangrijk om in de toekomst te denken en verder het hotel te ontwikkelen. Zodat de gasten tevreden zijn en dat we op absoluut topniveau kunnen blijven presteren. Ja. Kim, die stiekem wel eens een klein beetje jaloers als je dan toch ziet hoe de omstandigheden hier zijn en misschien ook wel de mogelijkheden? Ja, het is natuurlijk een droomplekje hier, maar... Ja, het gaat er vooral om wat je doet natuurlijk en het gevoel wat je erin legt. En net wat hij zegt, je kunt nog zoveel geld hebben, je koopt iets niet. He, je moet mensen bij elkaar zoeken die dat gevoel willen uitstralen en die dat willen neerzetten wat jij voor ogen hebt. En of je dat met een klein team doet en dat met vallen en opstaan en misschien iets langer moet wachten met investeringen en dat iets meer gematigder moet doen, je komt er uiteindelijk ook wel. Dus hoe je het ook bent of keert, het valt of staat met de producten en met de mensen die je in dienst hebt en hoe je die opleidt en hoe je die dat gevoel meegeeft. Dat klopt, maar een luxe 5-sterren resort rondom de Leest in Vaas? Nee, dat zie ik niet gebeuren, nee. Maar goed, bij ons is het misschien ook wel weer de sfeer in het dorpje, een klein restaurant, heel persoonlijk. Dat heeft ook wel weer zijn charme. Alles heeft zijn charme. Ik heb veel restaurants gezien in de wereld. En sommige zijn zeer eenvoudig. Maar daar heb je toch hele bijzondere en hele warme herinneringen aan. Omdat je daar wel iets heel bijzonders hebt meegemaakt. En daar gaat het uiteindelijk om.